Der wier is een molkenverkepen. Niet molken en soepen te keep hier. Molken en soepen te keep. Molken en soepen te keep. Hebben jullie hier melk en soep te koop? Nee. Molken en soepen. En soepen is geen soep. Snap er niks van. Officieel moet er gewoon melk en karnemelk op staan. Agent, pak hem op. Hier komen, schavijt. De verkeper wat oppakt en mast van het gerjocht verschijnen. Maar daar kwam net een soort uit. Drie jaar later ontstond er een soort van zelfde situatie. Een veearts moet op zondag oktober 1951 van het kanton gerjocht komen ter zake van een verkeersoetreding. Dit woe hij in het Friesdwan. Maar dat water de kantonrjochter net tastien. Ik snap er niks van. Praat Nederlands met je dialect. Journalist Verde Skuurder wie ek onwijzig bij de zaak. En skreu oederjochter, de laatste man van de Zwarte Hoop. En de Zwarte Hoop, dat wie een rebellenleger dat plunderen terug het noorden reizigen. Verder waard voor het gerjocht roppen, want dit vond het Iepenbier ministerie net zo leuk. Bij de gerjochtzaak roen de gemoederen ek heger op als verwachten. Nou, ik verwacht niet heel veel drukte. Jij wel? Nee, ik er niet. Er waard demonstreert boeten het gerjochtsgebouw op het Zijlon in Ljouwert. Non de jus, wat gebeurt hier allemaal? Het Friesk is net asociaal, het is uws memmetaal. Het Friesk is net asociaal, het is uws memmetaal. Pak de knuppels, wij laten even zien wie de baas is hier. Schuurder voelt toch een ruut heen en rekken erbij verwoenen. En ook huisvrouwen, keerpluur en journalisten die rekken verwoenen. En in jochetje 56 waard officieel het riocht om in de riochtzeel Fries te praten bevestigen.